Stel je voor dat ik jou zou zeggen dat we in Nederland alle files kunnen oplossen zonder dat er ook maar één persoon met het openbaar vervoer hoeft te gaan carpoolen, vroeger of later op zijn werk hoeft te komen of hoeft te gaan fietsen. Zou je me dan geloven? Nu steeds meer mensen thuiswerken hebben ingeruild voor een bezoek aan kantoor, lijken nog meer files onvermijdelijk. En toch kan het. En hoe we dat kunnen doen, ga ik je vandaag uitleggen in de werkplaats. De meeste en belangrijkste files ontstaan bij knelpunten. Dat zijn bruggen, tunnels of verkeersknooppunten, wegversmallingen. In Nederland liggen die hier. Wat gebeurt er nou precies bij zo'n knelpunt? Dat ga ik je laten zien met deze trechter. Stel je voor dat de trechter een tunnel is. Dit is de ingang waar de auto's de tunnel ingaan. En dit is de uitgang. En de auto's, die laten we zien met zand. 'S Ochtends vroeg heb je eerst een heel bescheiden verkeersstroom en kan alles goed doorstromen. Maar dan wordt het steeds drukker en ontstaat er een file. En al die tijd blijven er evenveel auto's per minuut uit de tunnel komen. Dat is de capaciteit van de tunnel. Maar als we nou in plaats van wat we net zagen, de toestroom de hele spits lang gelijk laten zijn aan de capaciteit, dus aan de uitstroom, dan gaan er evenveel auto's door het knelpunt zonder dat er eerst een file ontstaat en dan weer korter wordt. En uiteindelijk zijn er net zoveel auto's door de tunnel gegaan over dezelfde tijdspannen als wat we eerst zagen. Hoe zorgen we er nou voor dat die mensen op andere tijdstippen gaan reizen? Daar is eigenlijk een heel eenvoudige oplossing voor. En die is bedacht door William Vickery, een latere Nobelprijswinnaar. Hij realiseerde zich dat zo'n file die we elke dag weer zien eigenlijk een evenwicht is. Want de mensen die te vroeg of te laat op hun werk komen, die hebben een korte reistijd gehad. En degene die om 9 uur aankomt, die heeft juist het langst staan wachten. Wat nou als je de mensen laat betalen met geld in plaats van met tijd? Dan krijg je hetzelfde evenwicht, maar dan zonder files. Zo. In dit voorbeeld is 7:45 het drukste tijdstip. En als op dat moment de heffing ook het hoogst wordt, bijvoorbeeld 3 euro, dan wordt het wachten plus de heffing te veel voor deze automobilist en zal hij ervoor kiezen om op een ander tijdstip te gaan reizen. Eigenlijk geldt ook hetzelfde voor deze 3 auto's. Ook deze betaalde 3 euro en de reistijd is te veel. En voor deze 2 is bijvoorbeeld de 1 euro en de reistijd ook nog te veel. En zo kunnen we de auto's gelijkmatig over de tijd verdelen, precies zoals we wilden hebben voor het kwijtraken van die file. Wat je ook goed kunt zien, is dat lang niet iedereen zijn tijdstip hoeft te verplaatsen. Eigenlijk is het maar een heel klein gedeelte van de autootjes wat ik moest verplaatsen. Zeg 10%. En het mooie is, ook al vertrek je later van huis, je komt toch op hetzelfde moment op je werk aan. Dat klinkt misschien ongeloofwaardig. Hoe dat kan, laten we nu zien. Stel voor dat iemand normaal gesproken om 7:15 vertrekt, kwartier in de file staat en om 8 uur op zijn werk aankomt. Dan zou hij zonder files om 7:30 kunnen vertrekken en nog steeds om 8 uur aankomen. Bijvoorbeeld op Amerikaanse tolwegen wordt ook op zo'n manier met tols die variëren over de tijd de doorstroming goed gehouden. Daar wordt dan bijvoorbeeld met camera's gekeken wie op welk tijdstip van de weg gebruik maakt. Het is natuurlijk ook niet helemaal nieuw om de prijs te laten afhangen van wanneer je reist. We doen dat in de trein ook al met het dalurenabonnement. En ook dan wordt het goedkoper als je na 9 gaat reizen. Dit is natuurlijk een heel mooi plan, maar de Nederlandse overheid is op het moment eigenlijk iets anders van plan. Een vlakke kilometerheffing. En dat betekent dat je betaalt per gereden kilometer en de hele dag door hetzelfde tarief. Dit gaat minder goed werken voor het oplossen van files, omdat mensen niet meer beloond worden voor het aanpassen van hun tijdstip. Tenzij je de heffing natuurlijk zo hoog maakt dat er überhaupt minder auto's op de weg komen. Ik vergelijk het ook wel eens met het ophogen van heel Nederland ter bestrijding van overstromingen. Dat doe je natuurlijk ook niet. Je moet het probleem daar aanpakken waar het speelt. Dus waar de files zijn en wanneer er files zijn. Alleen dan kun je het probleem op een goede manier aanpakken. Hallo, ik ben Wout, ik ben staatsdeskundige. En in de volgende aflevering ga ik jullie vertellen wat je moet doen in het geval van een kernramp.